Welkom bij onze nieuwe rubriek waarin we een nieuw loopmateriaal voorstellen. Deze maand zal John de Smet van het Running Centrum Hulste de nieuwste Polar voorstellen. Dus John, wij zijn benieuwd. Goedemiddag iedereen. Ik ga dus beginnen over Polar. Polar heeft een nieuw product uit, de Grid X. En we zullen beginnen bij zijn look, want dat is ook niet altijd onbelangrijk. En dan ga je zien dat er eigenlijk een heel belangrijk verschil is met wat dat Polar tot nu toe gedaan heeft. Als we eigenlijk de behulzing gaan bekijken, ga je merken dat die een stukje steviger gemaakt is. Dus we hebben drie kleurversies, wit, groen en zwart. De wit is eigenlijk de damesversie, heeft een kleiner bandje. Maar je gaat merken dat het eigenlijk een steviger horloge is. En vooral met de titanium omhulzing zit het dekglaasje een beetje dikker en een beetje dikker onder naar beneden. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat qua stevigheid dit toestel in alle omstandigheden kan gebruikt worden. Dus het heeft ook al iets meer een outdoor look. Je gaat merken dat er ook een x-aantal functies aan toegevoegd zijn die eigenlijk meer naar het outdoor, eerder dan specifiek naar lopen, fietsen en multisport gericht zijn. Een belangrijke functie daarin is uiteraard het navigeren. Dus je gaat merken dat de laatste tijd binnen de hartslagtoestellen navigatie belangrijker wordt. Dit is de eerste keer dat Polar eigenlijk samenwerking met Komoot een volledige navigatietool ontwikkeld heeft. Dat wil zeggen dat we eigenlijk onze route zelf kunnen gaan bepalen, maken, creëren, aanpassen, een route die al gebeurd is, en hem kunnen implementeren. Dus het is geen kruimeldiagram niet meer in de routebepaling. Je gaat effectief turn by turn je navigatie kunnen regelen. Verder is hij uitgerust met de meeste andere functies die bij een Polar standaard zijn, is een zeer grote autonomie. Dus eigenlijk in full track, dus dat we zeggen met GPS en hartslag, gaat hij boven de 40 uren autonomie hebben. Wil je dan laten oplopen, kan je hem nog eigenlijk in een energiezuinige modus naar 50, 60, 70 uren brengen. Dus voor een hartslagtoestel is dat al extreem, veel. En voor de rest hebben ze eigenlijk gepoogd om de functies die momenteel al bestaan bij de Vantage M. Dat is eigenlijk een heel multisportgericht tool, waarbij dan veel instellingen kunnen gemaakt worden naar trainingen, aanpassingen kunnen gebeuren, schema's kunnen geïmplementeerd worden, tussentijden kunnen gecreëerd worden. En vooral training loads is waar dat ze nu nog een stapje verder in gaan. Dus hoe hard ben ik aan het trainen? Men gaat eigenlijk uw gegevens van de laatste weken gaan bekijken en men gaat er een score op gaan plaatsen. Rekening houden met uw slaapgegevens, met uw activiteitsgegevens. En uiteraard met wat je doet tijdens uw training, gaat men eigenlijk een soort van training load gaan bepalen. Dus eigenlijk een nieuw jasje voor de Vantage M, maar met enkele extra outdoor functies, grote autonomie en eigenlijk het navigatiegegeven die nu volledig op punt staat en niet meer met een simpele back-to-start en een kruimeldiagram geregeld is. Prijs van het beestje ook niet onbelangrijk, €429. Dus je gaat merken dat men daar een beetje tussen, als we dan de Garmin Fenix is een beetje de grote concurrent, maar die prijs gaat steeds hoger en hoger, boven de €700. Hebben ze eigenlijk een goede optie gevonden in het prijssegment tussen de Polar Vantage M en de Fenix-reeks, maar toch zoveel mogelijk al met de functies die eigenlijk een goed outdoor toestel ook moet hebben. Voilà, dus ik ga ze nog even tonen. Dit is de nieuwe Polar Grid X. En is in drie kleurtjes verkrijgbaar. Dus nieuwe look voor Polar. Niet meer het sportieve op, maar eerder iets wat al dagelijks ook constant kan gedragen worden. Ah, dank voor de info. Dat klinkt inderdaad heel interessant. Maar ik zie daar achter uw rug staan een Run on Clouds. Is er ook nieuws over? Het is eigenlijk een merk die meer en meer bij lopers nu bekend begint te worden. Initieel hadden de meeste lopers ergens het idee van, dat is voor de happy few, zo'n lichte schoen, een schoen waar dat er inderdaad een specifieke look aan zit, vandaar het Run on Clouds. Dus eigenlijk als we de zolen van een schoen gaan bekijken, die ga je altijd merken, dit is wat dat de naam doet vermoeden, dat zijn die clouds, dat is een deel hun dempingsmechanisme.
Waarom zijn zij nu op een andere manier schoenen in elkaar gaan steken? De trends binnen de schoenmerken, de klassieke schoenmerken, is eerder alsmaar zachter wordende schoenen. Dus een beetje het gevoel geven van dat we in het zand aan het lopen zijn. Naar stabiliteit heeft dat natuurlijk een gevolg. Hoe zachter dat de schoen is, hoe meer dat de voet eigenlijk een beetje moet gaan compenseren wat dat die zachtheid is. Dus wat heeft men gedaan eigenlijk als we de schoen ontleden bij On en we halen het inlegzootje er even uit, dan ga je merken dat er bij elke schoen altijd een plaat direct onder de voet zit. Nu, hoe is men eigenlijk op die plaat gekomen? Men doet altijd testen van lopers blootvoets en men doet altijd testen met een schoen. En men is ervan uitgegaan dat eigenlijk blootvoets lopen, dat dat hetzelfde zou moeten zijn als met de schoen lopen. Maar dit is hun oplossing om uw voet zoveel mogelijk te laten reageren zoals je blootvoets zou lopen. Dus we leggen een plaat onder de voet en daaronder kunnen we wel degelijk demping gaan steken, maar we maken wel dat die voet stabiel zit. Zodanig dat die zo reactief mogelijk zelf kan bewegen, die voet. En dat is eigenlijk het principe dat On eigenlijk, en daar ga je merken, binnen de modellen zit nog een variatie daarin, maar het actieve principe van uw voet is uw eerste demper, daar willen ze eigenlijk vooruit laten komen. Dus als uw voet actief is, dan mag je er iets minder demping gaan ondersteken. Vergis u niet, er zit nog altijd een volwaardige demping onder uw voet, zijn de tussenmaterialen die die zachtheid gaan geven, maar uw voet gaat minder het gevoel hebben dat hij in het zand aan het lopen is. Waardoor dat hij ook actiever op de grond gaat reageren. En dan ga je merken, afhankelijk van het type loper, bent u heellander, midvoetlander, voorvoetlander, daar men altijd vroeger dacht van dit zijn enkel schoenen die gericht zijn naar lopers die op de voorvoet lopen, hebben zij een gamma uitgewerkt die eigenlijk voor elk type loper zeker kan. Wat gaat er bij een iets zwaardere loper worden aangeboden? Is een plaat die een stukje steviger is, die een stukje dikker is en die daardoor nog meer torsiestijfheid gaat aankunnen. Bij een lichtere loper of bij een dynamischere schoen, een schoen die je eerder als snelheidsschoen zou gaan gebruiken, ga je merken dat de plooibaarheid van die zool een heel stukje groter gaat moeten zijn. Dus zo kan je eigenlijk zeggen, is On een volwaardige loopschoen? Tuurlijk, maar zij hebben binnen dat segment schoenen waar je al je kilometer mee kan doen. Schoenen waar je eerder je snelheidsgerichtere trainingen mee gaat doen. En afhankelijk van de voet, hoe actief. John, ik hoor u niet meer. Is er iets misgegaan? En voor de rest bij gaan steunen vanuit de demping, vanuit de stabiliteit van de schoen. En niet zeggen, we gaan beginnen met de full monty, we gaan alles doen onder de voet, en de voet moet dan eigenlijk wel een stuk minder gaan doen, dan komen we soms in de problemen als we vermoeid beginnen worden. Dus dat is eigenlijk een beetje het principe van On. Nu, het interessante aan On is dat On eigenlijk heel veel clinics doet. Clinics waarbij dat men eigenlijk lopers uitnodigt om het gevoel van zo'n schoen een keer eventjes te ervaren. Dus ik zou zeggen, als loper zie je zo een keer een clinic in de buurt passeren. Heb je zo'n try-out, zeker eens uitproberen. Uw voeten gaan het verschil wel voelen met een klassieke schoen. En dan is het altijd hetzelfde. Als uw comfort goed is en die schoen uw gevoel goed is, is het zeker ook een optie om een keer op een run-on-cloud een onschoen te lopen. Oh, dat is wel tof dat je dat eigenlijk kan uittesten. Zo, ja, dat lijkt interessant. Oké. Zeg, bedankt John. En tot de volgende maand met meer nieuwtjes. Tot volgende maand. Doei. Doei.